Mijn naam is Björn van den Berg en we staan hier voor Den Haag Holland Spoor om een aantal mensen om hun mening te vragen in zaken de verkiezingen van gisteren. Meneer, wat vindt u van de verkiezingsuitslag? Ik weet het niet. Ik heb het niet gevolgd. Nou, die heb ik maar half gezien. Dus ik weet het niet helemaal. Zijn die nog wel, als ik het goed gezien heb of gehoord heb, zijn ze de meerderheid kwijt. Dat is een tegenvaller. Ik heb zelf wel gestemd op de Partij van de Arbeid, maar ik hou me daar voor de rest niet mee bezig. Is het zo dat u ook vindt dat de VVD met grote zegen eigenlijk gisteren wel weer heeft gewonnen, dat dat terecht is? Ik vind dat Mark Rutte tot nu toe wel goed doet. Ik vind hem wel overtuigend overkomen, ja. Dus wat dat betreft kan ik het wel volgen, die uitslag. Rood of groen? Groen. En, met witte letters. U stemt altijd groen? Tot nog toe wel, ja. Ja, omdat ik vond het, ze hebben goede argumenten, dus dat is mijn persoonlijke voorkeur. Groen of rood? Blauw. Rood. U stemt rood, socialistische partijen. Maar als we zeg maar de uitslagen in ogenschouw nemen, denkt u dan bijvoorbeeld dat de uitslag invloed heeft op de bezuiniging in het onderwijs? Dat hoop ik, dat het wel wat beter wordt, ja. Groen. D66? Ja. Ja, hij heeft een grote zege behaald gisteren, Alexander Pechtold. Reden tot groot feest natuurlijk voor de liberalen in Nederland. Nog laat geworden gisteravond? Nee, voor mij niet. Nee, nou, toen is niet met de verkiezingen bezig geweest. Heppa! Wat vind je ervan dat de D66 zo'n grote verkiezingsuitslag heeft geboekt gisteren? Ik vind het heel erg prettig. Want ik zou het heel erg prettig vinden als zij heel veel te zeggen hebben in Nederland. Wat vindt u ervan dat de Eerste Kamer waarschijnlijk geen meerderheid gaat halen? Nou, een beetje tegenspeurt. Dat vind ik wel goed eigenlijk in de Eerste Kamer. Dat er een beetje tegengas gegeven wordt. Heppa! Wat betekent de verkiezingsuitslag van gisteren voor u persoonlijk? Ik vind het eigenlijk wel een verwachte uitslag. Dat de oppositie toch zich sterk maakt om het een en ander toch tegen te gaan wat de huidige regering wil. En om de lasten op een eerlijke manier te gaan verdelen. Want nu worden de rijken worden rijker en de mensen die het al niet zo breed hebben, die worden eigenlijk het zwaarste in de portemonnee gepakt. Tot de volgende keer. Zie je.